Goedemorgen allemaal, welkom bij deze nieuwe vlog. Mijn naam is Danielle, super tof dat je weer kijkt. Ik heb weer eens een lekker kwarkje gemaakt met hulp van mijn dochter. We hebben het samen gedaan. Het zit gezellig hier aan tafel. Ik heb kwark, banaan, blauwe bessen en een beetje havermout. Dus daar ga ik lekker van smullen. En een beetje honing inderdaad. In ieder geval als ik hem vergeten. Ik heb alles behalve de blauwe bessen. Ja, ze had alles klaargezet. Dus dat hebben we lekker samen gedaan. Dus wij gaan even smullen van ons ontbijtje. Nou, ik heb even mijn meisje uit school opgehaald. En daar zijn wij eventjes bij het tuincentrum. Gaan even een cadeautje kopen voor oma. Ik ben helemaal vergeten om verder te filmen bij het tuincentrum. We waren zo in de ban van het zoeken naar een moederdag cadeautje. En de moederdag cadeautjes staan ook al ingepakt. Die staan al nog achter in de auto. Dus klaar om zondag te geven aan oma. Ondertussen heb ik even, nou ja, gekookt. Ik heb deze waren in de aanbieding bij de Albert Heijn. Het zijn empanadas. Een soort pasteitje gevuld met gehakt of met kip. Die waren in de aanbieding bij de Albert Heijn. Die zijn super lekker. En ik heb daar een beetje chili con carne. Gewoon uit een blikje. Met tortilla's, een beetje paprika, een beetje mais. Dus ook een lekker maaltijdje. We zijn met z'n drietjes. Jeroen is met zijn werk weg. Dus wij gaan even lekker eten. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag. Ik ben vanochtend lekker vroeg opgestaan. Ik ben helemaal in de vibe van, wat jullie gisteren ook hebben kunnen zien, gewoon niet meer snoezen 's ochtends. Niet meer die sluimerknop drukken. Maar gewoon, ik ben ook gisteren voor mijn doen redelijk op tijd naar bed gegaan. Niet meer filmpjes liggen kijken in bed, maar gewoon telefoon op de oplader en tukken. En toen lag ik ongeveer om net rond 12 uur sliep ik. Jeroen was nog beneden bezig. Heb ik ook niet meer in bed horen komen. Dus ik was gelijk ook knock-out. En toen ben ik vanochtend om 7 uur opgestaan. Ik wilde eigenlijk eerst 6:30, maar die vond ik toch nog een tikkeltje vroeg. Dus ik ben om 7 uur heb ik me uiteindelijk mijn wekker gezet. Zodat ik lekker rustige tijd had om iets lotte ontbijtje te maken. Dat zij al grotendeels gedaan. En net als gisteren weer lekker te journalen. Nou, de kaart die ik vandaag heb getrokken is deze. Met weer een super mooie boodschap. Vandaag wens ik een moment van groei. Ik overstijg mezelf en ik wil niet meer terug. Islot had ook een kaartje getrokken. Een hele mooie kaart. Deze. Vandaag wens ik verzachting in mijn hart, zodat ik nog een beetje meer van mezelf hou. Nou, die is natuurlijk voor iedereen heel erg mooi. Ik heb helemaal de journal vibes weer opgepakt. Heel erg fijn om te doen. Ja, ik vind het gewoon lekker even
ochtends al je gedachten lekker op papier zetten. En ja, een beetje aan jezelf werken. Een beetje, ja, gewoon heerlijk manifesteren. Dat boek vind ik echt fantastisch. Elke dag dan werk ik daar een beetje uit. Dan kijk ik weer een beetje terug. En dan probeer ik weer iets nieuws erbij te pakken. Maar ook dat wat ik al heb gedaan. Ja, door affirmaties te stellen, te zetten en intenties te zetten. En ik merk gewoon dat het werkt. Ik snap niet hoe, maar ik heb het vertrouwen erin. En het werkt gewoon. Ik zie ineens weer dat ik, ja, dat mijn volgers ineens weer heel erg aan het groeien zijn. Ik kan zeggen, ja, je hebt nu misschien een bijzondere vlog met de vakantievlog. Maar het was net daarvoor ook al. En ik, een van mijn intenties is dat ik dus heel graag 2000 volgers wil. Ik denk, ik begin met kleine doelen, kleine intenties te zetten. Wat je dan wil bereiken. En het gaat gewoon, het zit er gewoon aan te komen. Dus, nou ja, super tof. Nou ja, dat over al mijn manifesteer. Maar echt, ik ben mega blij met dat boek. En ja, ik geloof gewoon echt in dat het werkt. Ik weet niet hoe, maar dat weet ik ook van elektriciteit en infrarood en bluetooth niet. Geen idee, maar dat zijn ook allemaal dingen die werken. Dus waarom zou ik hier dan niet in vertrouwen? Want in bluetooth vertrouw ik ook dat alles met elkaar connect via de lucht, via energie en I don't know. En ja, het blijkt dat dit ook gewoon werkt. Dus dat gezegd hebbende, ga ik lekker aan het werk. Ik heb al een koffietje op. En ik heb even al mijn vitamines op. Dus ik ga nu even een nieuwe refill, omdat ik graag even weer ook weer goed wil drinken. Want dat schiet er steeds een beetje bij in. Ik heb Iselotte al lekker naar school gebracht. Dus ik heb al wat lekker dingetjes achter de rug. Dus ik ga even mijn fles vullen. Want ik wil dan nooit mijn fles vullen. Want dan denk ik, dan zit ik de hele tijd. En dan neem ik er gewoon een glas in de hoop dat ik dan vaker opsta om water te gaan halen. Maar puntje bij paaltje haal ik het toch niet, want dan ben ik veel te hard bezig. En dan doe ik het dus allebei niet. Dan doe ik dus en niet opstaan om water te halen en ik drink geen water. Dus ik denk bij mezelf, daar stoppen we mee. Een fles maken en dan drink ik in ieder geval, want dat is gewoon super belangrijk. Anders drink ik gewoon veel te weinig. En als die fles naast me staat, dan doe ik het wel. En nu wil ik ook eindelijk eens mijn fles. Ik heb hem bij mijn bureau. Ik ben echt, ik snap, ik weet, ben ik de enige die zo is? Ik moet even naar mijn fles kijken hoor, of die niet overloopt. Ja. Ik hoop nog echt niet dat ik de enige ben die zo is. Maar ik heb dus al, let op. Misschien kunnen jullie het je nog wel herinneren dat ik die ooit gekocht heb. Daar staat een waterfles. Volgens mij is dat een liter. Of anderhalve liter zelfs. Nee, ik denk een liter. En die fles die heb ik gekocht om water uit te drinken. Maar ik wilde daar dus iets leuks op maken met de kriekut. Maar ja, dan, iedere keer komt dat er niet van. Dan ben ik steeds weer met andere dingetjes bezig. En als ik iets voor een ander moet maken, dan ja, ben ik daar misschien nog wel meer enthousiast over als iets voor mezelf. Want nou heb ik dus hier twee onwijs leuke bekers mogen maken. Kijk dan, dit is een, ja, volgens mij een soort border collie of zo. Maar kijk, ik ben er helemaal verliefd op deze beker. Kijk nou, hoe tof. Deze ga ik ook zeker, kijk, nu heb ik hier een hondje opgezet, maar daar kan je natuurlijk van alles op zetten. Of gewoon nog een bloemetje. Hij is echt super tof geworden. En een matching beker voor een andere juf. Kijk, ook met die bloemetjes. Kijk, deze vind ik denk ik nog leuker. Dat die, ik vind ze allebei leuk. Ik ben er super, super blij. Deze beker, ja, daar ben ik daar zo enthousiast om het voor iemand te maken. Maar wat ik dus wil zeggen, is die fles voor mezelf, dat doe ik dan steeds niet. Ik snap niet waarom, maar goed. Dus ik ga dat echt, in deze vlog ga ik dat doen. Of nee, toch niet? Want ik wil die gewoon leuk, die fles, steeds maar zo'n saaie, stomme fles. En die eigenlijk zelfs van Jeroen, nou hij maakt op zich natuurlijk geen bal uit. Maar die vind ik gewoon niet leuk. Ik wil mijn eigen mooie fles met mijn eigen mooie stickertjes erop. Dus dat ga ik doen. Ik ga nu gauw aan het werk. En dan lekker drinken.
En kijken eventjes wat ik moet doen. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. We hebben lekker even uitgeslapen. Nu gaan Islotte en Jeroen even boodschapjes doen. Dus kan ik mooi gelijk even de bekers die ik heb gemaakt even versturen. Dus wel even afgeven bij de supermarkt, bij het postpunt. Dus die ga ik even inpakken. Volgens mij had ik ze al laten zien. Maar die is zo schattig geworden. Deze. Dus die ga ik eventjes netjes inpakken. Nou, die gaan op de post. Dat is weer geregeld. Kan ik weer iemand blij maken, hoop ik. Ga ik vanuit. Superleuk. En ik ga nu nog even een pakketje uitpakken die Chris er binnen heb gekregen. Nou, ik heb hier een mega doos. Dus die ga ik eventjes openmaken, want ik heb wat leuke dingetjes besteld. En ik moet nog wat dingetjes doen. Oma, want ik wilde bekers van oma maken. Die had ik al gekocht. Is iemand nieuwsgierig hier? Die komt mij helpen. Even kijken, hoe zit dit helemaal ingepakt? Zeg niet dat het de poppadoos is, hè? Nee, maar kijk. Wat is dat? Hier was ik heel nieuwsgierig naar. Wat is er? Hey, ik ga mijn papa regelen. Doei. Doei. Kom, daddy. Ik heb namelijk onderzetters besteld. Het zijn zachte onderzetters die dus heel goed anti-slip zijn en tafel niet beschermen. Ik dacht, hoe leuk is dat om bij een beker dat je dan ook een onderzetter kan bestellen. Dat je die beker daar kan opzetten. Is dat wit? Dus die kan ik, nu zijn ze natuurlijk wit, dus je denkt, nou, lelijk onderzetter. Maar dit kan ik dus sublimeren. Dus hier kan ik een plaatje opzetten. Maar ik dacht dat dit witte iets was waardoor je het zo op tafel kon plakken. Nee, moet andersom. Dus dat is superleuk. Oh ja, want dit schuift niet. Nee. Dus het is heel goed voor je tafel. Dus heb ik een stapeltje voor besteld. Ga ik eens even mee experimenteren. Okay. En ik had... Ah, kijk. Grappig. Dat kan ik dus ook gewoon zelf doen. Oh, dit is van hout. Kijk, ik heb sleutelhangertjes besteld. Maar dan zie ik dus dat er geen hanger bij zit. Maar goed, die heb ik nog wel van de andere hangertjes. En hier zit dus ook een gesublimeerde coating op. En hij is van hout. Maar ik dacht dat ze zei dat hij... Dat er stond dat hij tweezijdig... bedrukbaar zou zijn. Dat moet ik even checken. Want hier kan ik dus ook op sublimeren. Deze heeft ook een polyester coating. En dan kan ik dus gewoon iets uitprinten op de computer. En dan kan ik dat hier opmaken. Dus dat ga ik ook even uitproberen. Dus het is een ander soort. Dus normaal maak ik sleutelhangers met vinyl. Plak ik dat erop. Maar dit is weer een andere techniek. Dus die wil ik even uitproberen. Dus daar heb ik ook een paar van besteld. Dus daar moet ik ook nog wat mee doen. En die hele grote doos zijn dus nieuwe bekers. Want mijn voorraad was bijna op. Dus ik heb even een nieuwe partij bekers besteld. Dan kan ik weer leuke bekers maken. Wat heb je daar? Oh, oh, oh. Voor oma. Nee. Oh. Wat zijn die mooi.
En wat ruiken ze lekker. Kijk eens wat ik nou krijg. En een mooie gabra. Wat mooi. Roze en paars. Dat heb jij heel goed gedaan. Super mooi. Voor moederdag, denk ik. Hey Bloem! Dankjewel! En we hebben een extraatje voor moederdag. Hij geeft nu een vatsel vanavond. Oeh, lekker! Kom wel! Ik wil ook geen beetjes meer. Nou, maar die ben ik ook blij mee. Dus ga ik even in het water zetten. Ik doe deze bloem in ons kusje verkeerd. Oh, hij kan het tussen. Bloem wegwezen. Ja, gelukt! Nou! Nou, sprongetje in de tijd. Ik ben ondertussen bezig geweest met een heel leuk projectje. Kijk. Nou ja, kan je zo denk ik niet. Oh ja, ik zal het een beetje zien. Ik ben dus voor moederdag. En voor mijn schoonmoeder, die wilde heel graag die mokken die ik maak. Maar die wilde ze graag in een kleiner variantje. En ze wilde graag bloemetjes erop. Dus ik heb nu even een ontwerpje gemaakt. Van allemaal een beetje orchidee-achtige bloemen. Want ze krijgen van ons ook nog orchidee-plantjes voor in de vensterbank. Die wilden ze graag hebben. Ja, en dit had ik toch al met haar afgesproken dat ik voor haar zou maken. Dus dan kan ik dat mooi natuurlijk gelijk met moederdag geven. En ik vind het super tof geworden. Islotte heeft me even helemaal geholpen met het uitkiezen van de kleurtjes. Ik had dus eerst eigenlijk alle bekers in deze kleurtjes. Maar dan wel verschillende bloemetjes. En zij zegt, nee mam, het is leuker om allemaal verschillende kleurtjes te doen. Dus nu heeft elke beker iets van een andere beker. Want het is wel een setje. Dus kijk, deze heeft dezelfde kleur als die. Deze heeft dezelfde kleur als die. En deze kleuren zijn hetzelfde. En zo horen ze toch een beetje bij elkaar. Maar hebben ze wel net even wat meer verschillende kleurtjes. Dat vond Islotte heel leuk. En ik vind het eigenlijk ook wel heel leuk geworden. Ik wil eigenlijk even vragen wat Jeroen ervan vindt. Al weet ik dat hij meestal niet zo'n hele uitgesproken mening heeft. Maar goed, hij kent zijn moeder natuurlijk wel het beste, maar ja, ik denk wel dat ze dit heel tof gaat vinden. Maar op een of andere manier denk ik, mist het nog iets? Ja, ik denk dat als ik er nog iets bij ga doen, van een, oh, ik kan misschien wel overal een vlindertje nog op doen. Is dat leuk, Islotte? Wat? Zullen we overal nog een klein vlindertje op doen? Of niet? Denk je dan niet dat het een beetje te druk wordt? Ja, dat denk ik misschien ook wel. Maar oma houdt toch niet zoveel van vlinders? Nee. Nou ja. Vogeltje. Maar dan denk ik dat het ook druk is. Ga even kijken. Misschien nog een klein vogeltje. Nou, dat hobbyën en creatief bezig zijn is natuurlijk hartstikke leuk. Maar het huishouden gaat ook gewoon door. Dus ik wil toch even Jeroen's mening een beetje in twijfel komt. Dus ik ga eerst maar eventjes vaatwas leegruimen en weer opnieuw inruimen en eventjes een beetje de keuken doen. Nou, ik ben toch weer even met de bekers bezig. Gaan we ondertussen eten maken. Maar ik ga eventjes de bekertjes uitpakken. Dan ga ik ze even preppen voor het sublimeren. En dit is dus super leuk, want deze bekers die zijn dus stapelbaar. Kijk. Kun je zo stapelen. Dus dan zou je dus ook een patroon kunnen maken wat doorloopt over de bekers. Maar daar heb ik nu niet voor gekozen. Maar wel om een setje te maken met een patroon wat terugkerend is, zeg maar. En het wel als een soort servies setje bij elkaar hoort. Dat is super leuk. Nou, dan doe ik het altijd even zo. Nou, en ik heb twee assistenten. Jeroen die altijd even met uitprinten voor de printjes. En zij helpt met het ontkleven van de beker.
schoonmaken van de beker. Dus het is een teamwork hier voor oma. Nou, hier sprintje nummer 1. Er zijn twee. Oh. Ja. Nou, hij is helemaal ingepakt. Helemaal bij plakband. Het goed blijft zitten. Zo. Ja. Oeh, zwaar hè? Hoe moet je dit knippen? Nou, wij hebben ondertussen even lekker gegeten. Als je denkt, waarom zit ze er zo bij? Ik had natuurlijk weer eens gemorst op mijn kleren. Dus ik had even mijn t-shirt uitgedaan om even snel schoon te maken. En hier, ik ook. Idem dito. En die moet nog de gezicht gaan maken. Ik misschien ook nog wel. Maar ondertussen hebben de bekers in de mugpress gestaan. En ik wilde ze natuurlijk even laten zien hoe leuk ze geworden zijn. Kijk, ik kan het makkelijk laten zien, want we gaan ze morgen al geven. Dus dan even mijn schoonmoeder ze al gezien. Dit is dus 1. En we hebben dus allemaal verschillende bloemetjes. En we hebben ook steeds een beetje de kleurtjes veranderd. Kijk, die kan je dus zo heel leuk op elkaar stapelen. Je kan ze ook zo naast elkaar in de kast zetten. Leuk, hè? Ik heb nou echt het gevoel alsof ik een serviesje heb gemaakt. Normaal maak ik natuurlijk 1 beker. Maar nu heb ik gewoon 4 bijpassende bekers gemaakt. Cool, hè? Ik denk dat ik dit de leukste vind. En dat is logisch, want dat zijn natuurlijk allemaal paarstinten. Maar deze vind ik ook heel mooi, deze bloem. Echt heel blij mee. Echt super tof geworden. Dus heb ik weer een mooi projectje af. Dus ik ga ze straks even inpakken. Kunnen we ze morgen meenemen. En aan oma geven. En dan heb ik ook nog natuurlijk van de week die orchideeën gekocht voor haar. Dus die staan nog achter in de auto, dus die kunnen we dan gelijk meenemen. Niet kijken jullie. Speakers. Nou, mijn leven is een sprookje. Ook ongeluk wakker naast niks. Scheveningen? Oh ja, mijn bed kan dat, hè? De hele mama zo zat. Ik heb een beetje weinig haar. Ja, oké. Okay. Ja, wel mooie tanje. Nou, het haar komt nu wel, denk ik, vandaag. Weet ik veel wat het is, pak maar gewoon. Dat weet je niet. Ja. Nog een tekening. Voor mij niet van mama. Sorry dat het een beetje verpest is. Hier zat ook lijn. Lieve mama, ik hou er heel veel op. Dus. Oh, volgens mij heb je wel helpen inpakken. Nee. Niet? Nee. Ik vind niet zo papa altijd. Papa moest het even heel snel doen op zolder gisteren. Je kan ook lange matten doen in de cricket die jij hebt. Serieus? Ja. Nee, ik ook niet. Ik heb dit keer opgezocht dat het echt waar was. Niet zwaar, joh. Ik niet daar ben ik blij. Was het alweer vergeten? Dat heb je niet gekocht, wist ik niet. Nee, dat je die wilde. Oh ja, die wilde ik heel graag. Dat was een speciaal apparaat op mijn rim, zat om ons gezicht weg te wrijven. Ja, dat is weer beautiful toch? Ah, oh, daar ben ik heel blij mee. Wat is het? Het is een kleine... Oh, die kleine van die grote? Ja. Het babybroertje nee, van die grote. Voor die transfer, een kleine... De kleine, grote. Kleine. En voor Invisible. Ja. Heel blij. Kan je dat plakken? Ja. Dan kun je ook labels in tissues maken enzovoorts. Kinderen. Ga ik zijn broeken dichtlijmen. Oh, dat is leuk. Oh, nee. Het feit dat een envelop beetje verkreukt is niet leuk. Van het tasje. Dat is leuk. Ja, oh, een mooi hartje. Oh. Leuk. Moet je dat zo daar maken? Ja. Gewoon telefoon in een apparaatje rachen. Foto selecteren, uitprinten. Ja,
Oh, wat lief. Oh, die kan misschien wel mooi hier in de fotolijstje gaan zo. Dan staan mijn gezichten half op. Deze kan ik nog op de dood. Het heeft echt waarde. Als er actie. Nou, sorry hoor, maar dit heeft het meeste waarde voor mij. De foto was gratis door de actie. Een mooie herinnering. Oeh, een lekker parfummetje. Oeh. Wat is dit, Oro Xano? Nou, mama moet er even uitknippen het geluid. Wat de fuck? Dat doet dus niet. Je moet het uittesten op je hand. Dat is een luchtverdrijver. Nou, die is gewoon heel nodig, ja. Hij heeft een demo-flesje gepakt. Opa zou zeggen, typisch kruisvat. Hoe is het met je pols? Laat die, kijk ook even ruiken. Heel lekker. Je ruikt hem hier al. Echt heel lekker. Ik hou ook van dat ze frisse bloemen. Nou jongens. Zo. Maak er nog even een knuffeltje. Kijk, ik ben nog niet wakker. Dat was echt even tegen jullie. Nou, ik ben heel erg verwend. Dank jullie wel. Mijn mama. Zo, heel veel. Zo, tot volgend jaar maar weer. Dan krijg je weer cadeautjes. Niet. Nou, over een paar maanden weer. Ja, dat ben ik weer. Ja. Goedemorgen nou, allemaal. Anders of kan ik weg? Nee hoor, u kunt weg. Oké, doeg. Dit is de serveerster, de operin, de ober, die de tafel helemaal gedekt heeft. Dat is heel goed gelukt. En er is lekker voor een ontbijtje gezorgd. Dus ik ga even lekker eten. Nou, Jeroen heeft even een kloddertje, nou ja, ze mag rust klodder, Reine Claudicem gedaan. Die hebben we tijdens de vakantie gekocht bij de heks. Ik ga hem even proeven. Zo, take back je vlogs. Nee, dus. Nee. Heel lekker. Mag ik de jam? Heel fris. Echt heel lekker. De normale jam. Het ziet er heel smerig uit. Het ziet eruit gewoon mosterd. Robert en Gabriel Hegunauer uit Berghain. Thanks. Echt heel lekker. Ik ga het ook op een croissantje doen, terwijl ik eigenlijk nooit jam eet. Want ik vind het altijd een plakkerige bende. Maar deze vind ik wel heel lekker. Ga ik lekker op mijn croissantje doen. Oh, nou, we hebben even onze eigen vlog teruggekeken. We hebben ook toevallig hebben de Bellinga's ook vandaag een vlog geüpload over Europa Park. Dus ik heb natuurlijk even vergelijking gedaan tussen de vlog van de Bellinga's en onze eigen vlog. Mijn eigen vlog. Dus het was superleuk om te zien. Dat we eigenlijk in dezelfde vakantie daar geweest zijn. We hebben ze ook niet gezien hoor, ze waren er op een andere dag. Maar dat was wel grappig. Die gaat niet automatisch dicht, schat. Mijn auto, de achterklep. Wij gaan nu even nog even iets lekkers halen en dan gaan we op naar opa en oma. Gaat nou eindelijk de zomer beginnen? Tweede dag op rij dat het lekker zonnig weer is. Ik heb ook voor het eerst lekker een korte broek aan. Wij gaan even lekker op pad. En gezellig even een bezoekje brengen aan opa en oma voor moederdag natuurlijk. Oh jongens, wat een lekker weer. 18 graden. Voelt het warm. Ik kan er 90 van maken in de auto hoor. Nee, doe maar niet. Doe maar niet. Kom maar met die scheten. Ja. Nee, is zijn dochter die scheten laat. We gaan op en oma en Kano is op zijn fiets. Nou, wij zijn even bij de supermarkt. De bloemenwinkel is heel slim open op deze dag. Voor alle mensen die op het laatste moment nog even een bloemetje willen halen. Maar wij gaan op het laatste moment nog even wat lekkers halen. Nou, is er nog iets lekkers, papa? Chocoladetaart met hartjes? Ja, dat moet. Of lekker zo'n aardbeienslof. Genoeg keus. Juist, want er is chocoladetaart, duidelijk. Nou, hebben we wat lekkers? Doe maar op. Nee? Tafelpraat op de grond ligt. Ja.
Kom je bij opa en oma binnen, staat de televisie aan met Daniëlle Vlocht. Ja, tuurlijk. Ja, we hebben ook een frietje die vol zit, dus je ruikt niet meer voor. Dat is niet netjes aangepakt hoor. Ik vind het niet netjes. Maar het is wel een beetje vastgemaakt. Ja. Dus. Een halve mango gegeven voor een bijt. Koekje. Dat moet er wel hoor. Oeh. Een orchidee. Een halve maat. Wat mooi. Mijn oma kruipt, hè? Moet je in de kamertje kijken waar daar thuis. Mag ik die bloem ook geven? Ja, tuurlijk. Mag jij die even geven? Nee, in de tas. Ja, ik kan hem nog niet weg. Dit is een echte. Ook een neppert. Of wat zou je hem geven? Zou je nog de andere cadeautjes geven dan? De bank. Is die mooi, oma? Ja, ik vind het mooi. Helemaal uitgezocht door Iselotte. Zo. Mooi hoor. Jules. Mooi hoor, dat idee. Nou, die nog uitpakken. Oh, is een nieuw idee, een orchidee. Ja. Ja. Dan weet je het meestal als hij niet dat het netter is. Nee, dat is het mooi, hè? Maar... Ja, maar kijk, daar is die tas van ja, toch de Jopie heen gehouden. Ja, dat is fijn. Allemaal even teruggeven, oma? Nog kruiden gegeven. Waar zijn de... Ja, weet ik. Je hebt even een bloem gegeven. Zo, dit is ook een mooie. We konden een kiezen, oma. Maar is dat een echte hier staan? Ja, dat is echt. Ja. Die roze. Ja, dat is een echte. Dat is gewoon nog echte. Wow. En wat mooi. Nou, dan moet je het pakken. Oh, moet je het pakken. Nu zie ik de loes, want het is hier langs thuis rijdt. Een mooie orchidee het hele jaar door. Oma, mag ik hem hier geen bij de cadeautjes? Nee. Neem het alleen een nieuw geven. Nee. Ze gaan het toch nu openmaken, ik zie het. Maar ik wil gewoon geen nieuwtje. Nee. De hint is, maak hem maar open. Nee, iets wat ermee te maken heeft, wil ik zeggen. Er is een bloemetje erop. De hint is dat mama graag wil gebruiken, bedoel je? Nee, ik wil wat anders zeggen. Mag ik dat? Vertel maar. Het zijn lekkers die je op elkaar wil zetten. En mama. Nou, dat was de hint. Dat is geen hint, hè. Dat is alles wat erin zit. Een hint kan je niet wat erin zit. Daar mag ik mijn hint zeggen. Dat kan jij niet. Een hint is je nog een beetje leren. Dat op elkaar staat. Niet. Opa, zo op zijn samen uitpakken. Hint, een horloge. Hij tikt. Hij tikt en het loopt. Dat zou een hint zijn. Ik niet. Ik weet het niet. Ik moet het wel. 60 euro. Langs. Ja, dat zou ook wel heen. Amsterdam naar Leiden. Leiden, dorp of zoiets. Mooi. Leiden, dan ligt daar. Oh, de bovenste huis. Ja, dat is mooi. Ja, het is eigenlijk gewoon hierin gegaan. Ja, maar... Nou, we hadden geen gebakken verhalen. Kijk eens wat hier uit de koelkast komt. Ja, mijn grote stukje. Ja, mag ik dit witte chocolaatje? Niemand houdt van witte chocola. Ik hou ook van witte chocola. En het is voor mama, dus het is voor oma. Oma heeft het gehaald. Ja, het is voor oma. Oma, hou je van witte chocola? Wat? Dan krijg je niet op. Hoeveel tijd is klein of je hoofd is te groot? Ik wil wel een buitenkantje met die lekkere roze hagelslag. Ja, dat chocolaatje is een beetje in de weg. Nou, leg ik even op dit bordje. Is mijn bordje? Nee, dat chocolaatje is ook in de weg. Dat heb ik gedaan, mama. Oh, je niet is bluf. Groot, hè? Ja. Ja, en? Dan doen we straks nog een ronde. Heb je morgen, nog wat eten? Oké, ja. Moeder, gaan we met de bril op 8 uur. Huisoverdracht? Wel 18 bril. 5. Mama, jij had hier toch een chocolaatje gelegd? Ik heb er net 5. Mama, jij had hier toch een chocolaatje gelegd? Ja, dan halen we er nog eentje bij. Mama. Nee, waar is het chocolaatje nou gebleven? Weet ik niet. Op dit bordje. Is mijn bordje. Was dat? Nog een keer. Nu was het echt goed.
Wie valt aan het gebak? Natuurlijk ook even proeven. Je hebt eigenlijk al bekend voordat ik het echt werk moet doen, blijkbaar. Super lekker gebakje. Met roze hagelslagjes aan de zijkant. En ik denk dat ook die rails zijn. Van boos, denk ik. Links in de eerste tempo, in de rails. Ben je te krimpen? Die had ik opgegaan. Ik hoop dat ik later niet verder, dus ik weer helemaal terug op die rails. Nou, we hebben even de frisse neus gaan we even halen. We gaan aan het wonen aan een prachtig, in de buurt van een prachtig park. Dus we gaan even een rondje wandelen. Even de beentjes in de beweging zetten. Nou, wij zijn even gezellig bij een restaurantje terechtgekomen. Gaan we even lekker wat drinken. Zijn we ineens weer bij ons thuis. Mijn camera was leeg, dus ik kon niet meer het vervolg filmen. We hebben daar even lekker wat gedronken en zijn weer naar huis gelopen. En nu zijn we bij ons thuis en hebben we even lekker eten besteld. Dus gaan we even, en nog niet iedereen zit aan tafel, maar gaan we even lekker met z'n allen een pastaatje eten. Ik eet het weer! En gaan lekker eten! Goedemorgen allemaal, het is vandaag maandag. We hebben een heerlijke dag gehad gisteren. Ik ben super verwend. Met allemaal lieve cadeautjes, maar dat is niet het belangrijkste. Maar met tekeningen van die slotte knutselwerkjes. En vooral heel veel liefde. En dat was gewoon een onwijs fijne en gezellige moederdag. Gezellig met mijn schoonouders doorgebracht. We zijn nog een stukje gaan wandelen. Wat gedronken bij het restaurantje. Toen zijn we terug gaan wandelen. En toen zijn we bij ons thuis nog even wat gaan eten. En hebben daarna nog met mijn schoonouders lekker gekaard. Dus het was hartstikke gezellig. Goede gesprekken gehad. Het was hartstikke... Ja, waardevol. Met mijn schoonouders en met Xarno. Toen was Jeroen eigenlijk Islotte naar bed aan het brengen. En ja, ik merk dat Xarno natuurlijk nu ouder wordt. En ja, dan ga je gewoon hele andere gesprekken hebben met elkaar. Over de toekomst. En ja, hoe moet dat? Hoe zien opa en oma de toekomst? Niet zozeer voor zichzelf, maar ook voor de kinderen. En hoe ziet Xarno dat? En ja, het was echt, echt heel waardevol. Dus ja, goede gesprekken gehad. Dat was fijn. En nu is het maandag en ga ik deze vlog afsluiten. Vond je dit nou een leuke vlog? Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hier beneden als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik je hopelijk heel gauw bij een volgende vlog. Doei doei! I got so much to say. Never thought it would end this way. I've had so many thoughts spinning in my head. I wanna right my wrongs. Never thought they would do such harm. You got so many reasons spinning in your head. That's why you left. Indispensable pain in your chest.